kunnen turbobacteriën pesticiden verslaan. Vanuit de loods in Mechelen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Hier is een interessante gedachte. Elke watermolecule van urine die via ons in het toilet terechtkomt, komt ooit terug uit iemands kraan gelopen. En daar is in feite niets vies aan. Urine bestaat voor 99% uit water, maar er zijn nog andere stoffen die urine net zo vies maken en het laten stinken. Afvalstoffen uit afvalwater zuiveren, dat is een hele challenge voor wetenschappers. Daar zijn we allemaal mee bezig en ik ben er één van. Nu, afvalwater zuiveren, daar is in feite niets moeilijks aan. Dat gebeurt in de natuur namelijk ook al. Bedenk daarbij bijvoorbeeld een vijvertje. Een vijver waarin waterplantjes staan, waar dieren komen drinken en hun behoeften komen doen, waar wel wat vies water bij elkaar zit. Daar heeft de natuur al een mechanisme gevonden om dat water te zuiveren. Want daar beneden op die vijver, in de modder die daar onder dat water zit, daar zitten kleine helden, namelijk bacteriën. Die bacteriën zuiveren het afvalwater al in de natuur. En dat is ook wat wij mensen een beetje hebben gepikt om ons eigen afvalwater te zuiveren. Wanneer wij grote bakken rioolwater terug in de rivier willen loodsen, kunnen we dat niet zomaar doen. Dat moet eerst gezuiverd worden. En dat gebeurt in waterzuiveringsinstallaties, zoals bij Aquafin. En wat ze daar doen, is eigenlijk niet anders dan wat de natuur verzonnen heeft. Wanneer wij water zuiveren in, bij Aquafin bijvoorbeeld, dan steken we eigenlijk ook ons water in één grote ton, een soort van grote vijver. En daar stoppen we extra bacteriën in en wat zuurstof, zodat die bacteriën daar goed kunnen eten. Die stoffen die worden door die bacteriën gegeten. Er bestaan miljoenen soorten bacteriën en elke bacterie heeft wel zijn eigen stof die dat die graag eet. Dus na een tijdje met die bacteriën in een ton te zetten, komt er weer proper water uit. Wel, proper water, er zijn van die stoffen die daar niet uitgezuiverd kunnen worden. Waar we gewoon nog geen bacteriën hebben gevonden die ze wel graag lusten. Een voorbeeldje, wanneer we pesticiden spuiten op fruitbomen, dan worden die pesticiden door de regen gewoon weer afgewassen en die komen in onze rivieren terecht. Of een ander voorbeeld, wanneer dat wij een zalfje op ons smeren en in de douche gaan staan, ja, dan komt dat zalfje ook gewoon in ons rioolwater terecht. Chemische stoffen die dat wij als mensen nieuw hebben verzonnen, maar waar bacteriën geen weet mee weten. Betekent dat dan dat er pesticiden uit onze kraan komen? Wel, nee. We zetten daar wel nog een extra stap tussen. En dat doen we met dit zwart poeder hier. Dat noemen we actieve kool. En dat is een beetje, kan je zien, als een spons die nog tussen die waterzuivering in zit. Maar als die sponsjes volgeabsorbeerd zijn, ja, dan moeten we die weggooien. Dan zijn we daar verder niets mee. Om dat proces duurzamer te maken, zijn we eigenlijk op zoek naar bacteriën die dat ook kunnen eten. En ik heb goed nieuws, ze bestaan. Overal rondom ons, op dit moment, recht onder mij, zijn die bacteriën aanwezig. Ze zitten diep in de grond en het zijn elektrische bacteriën. Waarom zijn die bacteriën dat op dit moment nog niet aan het doen? Wel, het zijn een beetje lamzakken en wij kunnen er turbobacteriën van maken. En hoe dat net werkt, dat ga ik uitleggen. Even terug naar de basics. Een bacterie, dat is in feite een cel. Zoals wij uit zoveel cellen bestaan, is een bacterie op zich eigenlijk ook een cel, maar een veel primitievere cel. Aan de basis ligt nochtans nog altijd hetzelfde. Een bacterie, net zoals wij, wil eten en ademen. En eten, dat betekent dat er suikers binnenkomen binnen die bacterie. En ademen, dat betekent dat er zuurstof binnenkomt binnen die bacterie. Om zo'n bacterie of een cel in ons lichaam draaiende te houden, wel, dan moet er energie uit die suikers gehaald worden. Energie uit dat voedsel halen, dat kunnen we alleen maar doen als die andere stof er is, zuurstof. Suikers en zuurstof komen binnen in die bacterie. Daartussen vindt een chemische reactie plaats. Er komt weer CO2 en water uit, maar uit die chemische reactie komt energie. En die houden de bacteriën zelf, dat is om een zelf draaiende te houden. Dat is om in leven te blijven. De bacteriën waar ik het over heb, die elektrische bacteriën, dat zijn een speciaal soort bacteriën.
Die bacteriën bevinden zich diep in de grond rondom ons. Een paar meter onder ons in de grond, daar zitten die bacteriën al te leven. Nu, te leven hebben ze geen zuurstof nodig om te leven. Wel, dit zijn anaerobe bacteriën. Dat wil zeggen dat ze ook zonder zuurstof kunnen leven. Ze gebruiken een andere stof om via te ademen. Er moet een andere stof hun cel binnenkomen om zo uit hun suikers energie te halen. En wat er in die chemische reactie gebeurt, dat is eigenlijk het volgende. Suiker komt binnen en is eigenlijk een chemische structuur. Zuurstof komt binnen, is een chemische structuur. En daartussen worden elektronen uitgewisseld. En door die uitwisseling van elektronen, daar komt energie bij vrij. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een bacterie een stof nodig heeft om een elektrone aan af te geven. Wel, als er niet zuurstof is, dan gaan ze wel op zoek naar iets anders. Zo zitten er bijvoorbeeld in de grond heel wat mineralen, ijzer of mangaan of noem maar op. Dat zit allemaal in de grond en die bacteriën kunnen zich daaraan vasthechten. En nu komt het speciale. Onze elektrische bacteriën hebben de speciale eigenschap om die elektronen ook uit hun eigen cel te laten komen. Dat wil zeggen, een bacteriecel met daar een klein kabeltje aan, die hechten zich aan een mineraal en ze geven hun elektronen aan dat mineraal. Ze kunnen zich ook aan elkaar hechten en elkaar elektronen geven en zo verder. Nu, dit is een heel interessante eigenschap. Want als wij elektronen uit een bacterie kunnen laten komen, waarom moet dat dan stoppen bij dat mineraal? Waarom kunnen we niet verder gaan? Ik heb een klein beetje modder uit een vijver zelf geschept en daar zitten die bacteriën in. Dus hier is een modderlaagje waarin ik twee kabeltjes heb gestoken. Een groen kabeltje gaat hier naar beneden, daar zit een elektrode en aan die elektrode daar gaan die bacteriën net zitten. Daar zit geen zuurstof, die zoeken een andere manier om hun elektronen kwijt te raken. Aan de bovenkant zit dan weer een ander matje. En dat kan je hier zien, dat is een ander elektrodematje die in de aanwezigheid van zuurstof zit. Dat wil zeggen dat als we deze twee draadjes verbinden met elkaar, dat die bacteriën gehecht op dat matje hun elektronen kunnen sturen naar een plaats waar er wel zuurstof is. En ze kunnen ademen via die zuurstof. Nu, waarom is dat interessant voor die bacteriën? Er zitten toch zoveel mineralen in de grond. Hoe komt het dan dat die bacteriën nog steeds die zuurstof nodig hebben? Wel, de reden daarvoor is, zo heel veel mineralen zitten er niet in de grond. Die bacteriën draaien eigenlijk op een laag pitje wanneer ze daar zitten. Als die mineralen opgebruikt zijn en die hebben elektronen gevangen, ja, die kunnen ook nergens met die elektronen naartoe, dan blijven we weinig bacteriën over. Nu, als wij een draadje leggen naar een plaats waar er wel zuurstof is, zuurstof is er overal in grote hoeveelheid aanwezig. Dus daar kan je elektronen aan blijven geven. Doordat wij een draadje leggen van die bacteriën naar de zuurstof, wil dat dus zeggen dat de bacteriën zeer goed kunnen ademen, zeer goed kunnen leven en heel actief zijn. Het worden als het ware turbobacteriën. En dat is ook wat je in de figuur achter mij kan zien. Daar stoppen we een bacterie in zo'n kamertje, wat we een anode noemen. Als we die kamer helemaal afsluiten van de zuurstof en we laten die zuurstof aan de andere kant wel komen, dan gaan die bacteriën zich hechten aan die elektroden en elektronen zenden over een draadje van de ene naar de andere kamer. Met dit hebben we eigenlijk een batterij gemaakt. Waarom? We hebben een stroom van elektronen die van de ene naar de andere kamer gaat. Ja, een stroom van elektronen, dat is elektriciteit. Dat wil zeggen dat ik met mijn eenvoudig potje modder ook een lampje kan laten branden. Ah ja, elektriciteit, dat wil zeggen dat als ik deze twee draadjes verbind en ik gewoon een lampje tussen die twee kamertjes inzet, dat ik op die manier elektriciteit kan maken. Ik kan hier een lampje zien flikkeren die eigenlijk duidelijk maakt hoe goed bacteriën aan het eten zijn daar. En dat is voor een fysicus iets heel interessants. Want dat geeft ons meteen een idee met hoeveel zijn ze, eten ze graag wat we ze geven. En dat is ook wat ik hier in een opstelling kan laten zien. Het is eigenlijk van hier nog maar een kleine stap verder naar de waterzuivering. Wat ik hier toon, is eigenlijk hetzelfde als wat in de figuur achter mij staat, is zo'n bakje waarin we, ik zal het even draaien, hier een anode hebben met een borsteltje waar bacteriën in zitten en hier een kathode. We kunnen die draadjes verbinden en er kan een elektrische stroom van de ene naar de andere kant lopen. Wat is er nu speciaal? Wel, we hebben een idee als dat lampje flikkert of die bacteriën aan het eten zijn.
Dat wil zeggen dat we hier een stof kunnen insteken die als eten voor de bacteriën zorgt, die er langs deze kant weer terug kan uitkomen. Wanneer we hier pesticidenwater insteken, zien we dat dat lampje flikkert. We zien dat die bacteriën dat lusten en dat die effectief ons kunnen helpen met waterzuivering. Maar we kunnen ook het omgekeerde doen. Laten we dat idee van een batterij van elektrodes gebruiken in onze waterzuiveringsinstallatie. En dan gaan we even terug naar dat vijvertje van daarjuist. In die vijver kunnen we ook elektrodes aanbrengen, want die bacteriën zitten daar al, die zitten in de grond, die lusten graag pesticiden. Ze raken er alleen niet aan, er is niet genoeg mineraal in de grond. Dus als wij daar een matje leggen naar een plaats waar er wel zuurstof is, dan kunnen we zo'n vijvertje verbeteren en dan kunnen we ervoor zorgen dat die bacteriën meehelpen in de waterzuivering. En dat is wat je hier kan zien. We hebben hier een bak gevuld met waterplantjes. Dit is eigenlijk een vijvertje op zichzelf, maar daar twee elektrodes ook in aangebracht. En je kan de draadjes hiervan ook zien komen. Beneden zit er een elektrode waar die bacteriën aan gehecht zijn. En als we hier pesticidenwater insteken en die draadjes verbinden, wel, dan kunnen die bacteriën meehelpen met het zuiveren van het water wat we erin steken. Ik heb verteld dat ik zelf een fysicus ben die met dit onderzoek bezig ben. Maar dat kan ik nooit alleen. Dit is een onderzoek wat we alleen maar samen kunnen doen met mensen van biologie, met mensen van chemie, met biomedische wetenschappen. Fantastische wetenschappers die allemaal samenwerken om dit project mogelijk te maken. Het is alleen maar dankzij verschillende disciplines die dat samenkomen, dat we zelf naar een betere wereld, naar een zuiverdere wereld kunnen gaan. Dus om te concluderen, er zitten heel wat vuile stoffen in ons afvalwater. Veel van die stoffen kunnen we al zuiveren met bacteriën, maar er blijven nog hardnekkige stoffen in aanwezig zijn. Die stoffen worden nu al gezuiverd door sponsjes die die stoffen zelf absorberen. Maar om dat op een duurzamere manier te kunnen doen, zijn we wel op zoek naar bacteriën die dat wel kunnen. En we hebben ze gevonden, elektrische bacteriën. We moeten ze alleen in de juiste omstandigheden een elektrode geven en ze kunnen ons meehelpen naar een properdere wereld.